Vandaag koken we lekker Thais, eten we een boken met een bijzonder tasje koffie en krijgen we tips om de tafel te dekken. Uiteraard ook. Een lekker glaasje wijn. Verder ontdekken we het goed bewaarde geheim van onze lieveling Sudderpot, maar eerst maken we heerlijke tomatensoep met balletjes. Wanneer het buiten wat kouder wordt, lusten we allemaal wel een lekker warm soepje. Jong keukengeweld Julie Bakeland werkte ooit bij Wout Brie in de Provence en runt nu haar eigen restaurant Séjour. In deze rubriek verklapt ze hoe je heerlijke soepen maakt die gegarandeerd bij iedere lekkerbek in de smaak vallen. Tomatensoep met balletjes. De klassieker van iedereen. Voor mij persoonlijk ook. Mijn oma vroeger maakte de beste tomatensoep met balletjes. We beginnen met ons groentjes te snijden. Ik heb selder. Uiteraard tomaatjes. Mocht die grof snijden, die worden toch meegestoofd. We doen olijfolie in ons pan. Onze ajuin erin. Ons tomaat en ons selder mogen erbij. En ons teentje look. We gaan dat juist een keer plat duwen, zodat de smaak er zeker uitkomt. Die doen we bij in de soep. En we gaan ook onze bouquet garni erbij doen. Bouquet garni, laurier, thym, peterseliestengels. Gaan een keer goed roeren. Ik heb vandaag ossenstaartbouillon meegebracht. Waarom ossenstaartbouillon? Je kunt even goed kippenbouillon gebruiken. Maar voor mij, ik vind het wel tof om een soepje af te werken. En we gaan een klein beetje tomatenpuree bijvoegen. Een beetje voor het kleur en de tomatensmaak. Ondertussen gaan we ons soepje het gemakje laten inkoken. En wat gaan wij doen? We gaan balletjes rollen. We hebben daarvoor ons gehakt. Ik werk het liefst mee gemengd gehakt. Wat gaan we daar aan toevoegen? 1 dooier van ei, peper. Klein beetje zout, opletten. Gehakt kan altijd zeer zout zijn, dus opletten met zout. Een beetje bieslook en pickles. Waarom pickles? De zee, mijn vriend, is zot van alles in bokaal te steken. En hij zei, dat moet erin, dat moet erin. Dat is eigenlijk zelfgemaakte pickles. We gaan er een lepelje bij doen. En we gaan er een klein beetje panko bij doen. Panko, waarom? Je kunt eigenlijk gewoon broodcrème ook gebruiken, maar ik werk het liefst met panko. Ik vind dat beter. We gaan dat doen voor ons textuur van ons vlees een beetje vaster te maken. Nu gaan we dat mengen. En dan gaan we een keer proeven. Super. Dat is allemaal door in de pickles. Oké. Okay. En we gaan even kijken naar ons soepje. Die is mooi aan het inkoken. En wat gaan we daar nu bij doen? We hebben eigenlijk zelf een soort compot van tomaat gemaakt met dragonajuin. En we hebben dat gesteriliseerd. Als je dat niet hebt thuis, je hebt een tijd niet voor dat te maken. Geen probleem, ga naar de supermarkt. Ga daar passata gaan halen. Ga natuurlijk niet zo straf zijn of een dien. 2 flinke lepels van inder. We nemen een klein beetje room. Dan gaan we soep een gladdere structuur geven. We gaan een beetje peper geven, hè. Tomatsoep. We gaan er wel wat pit in zetten. En we gaan een klein beetje zout in doen. Terwijl dat ons soepje aan het inkoken is, gaan we balletjes rollen. Heel plezant. En we gaan dat eigenlijk niet apart koken. Waarom niet? We gaan dat in de tomatensoep koken. Dat gaat nog altijd, als je dat in de soep zelf kookt, meer smaak in je balken geven. Nu gaan we mixen. Nog een beetje tomatenpuree. Een beetje gerookt paprikapoeder. Dan nog een klein beetje piment d'Espelette. Dat is eigenlijk heel pikant, maar het heeft een heel fijne smaak. Dan gaan we er nog een goede lepel passata bij doen. En dan gaan we soepje zeven. Omdat we eigenlijk met die pitjes van die tomaten zo zitten. Dus dat is niet aangenaam in de mond. We gaan die goed uitduwen. Want eigenlijk in ons pulp zit het meeste smaak. We gaan onze soep op het vuur zetten, voor het nog een keer laten opkoken, omdat onze balletjes daarin gaan haren. En we gaan dat een minuutje of 3 laten meekoken. We gaan een klein beetje suiker ook toevoegen aan de tomatensoep. Waarom? Tomatensoep kan heel rap zuur worden. En als we daar een klein beetje suiker gaan aan toevoegen, gaat dat zachter worden. Dat kunnen we dresseren. Een lepelje tomatensoep. Ons balletjes uiteraard niet vergeten.
bedenkt waarschijnlijk, hè, tomatensoep. Ze zien hier rood, ze zien oranje. Dat is eigenlijk een persoonlijke toets. Ik haal altijd graag een klein schutje room met mijn soep. Dan maak ik het meer crèmeur. Ik heb een beetje selderijzout, een beetje bieslook fijn gesneden voor ons kleur. Ik heb een beetje chipjes gemaakt van knolselder. En dat ga ik eigenlijk afwerken met een klein beetje piment. Dus de bedoeling, als je lepelijke tomatensoep neemt, ga je direct zo die pit van die piment hebben. Dan werken we nog een beetje af met een klein beetje bieslookstengeltjes. Dan hebben we onze tomatensoep. Ik zou zeggen, laten we er maar een keer goed gaan. Geef mij maar balkjes, balkjes, balkjes in de soep. Soep! Stoofvlees met frietjes blijft voor velen een absoluut feest. Maar het geheim van een lekker stoofpotje zit hem ook in de kookpot. En dat wisten onze grootouders ook al. Want wie een lekker stoofgerecht op tafel wil zetten, zweert ongetwijfeld bij zo'n zware gietijzeren pot. Wij gingen in Frankrijk op zoek naar het geheim van deze keukenkampioen. We zijn sinds 1925 begonnen met de eerste geëmailleerde gietijzeren pot. Dat was de eerste grote stap, dat was een oranje pot. Het was de eerste keer dat er gietijzer werd geëmailleerd, waardoor de kwaliteit werd behouden van het gietijzer. Als je mensen tegenkomt, iedereen heeft ergens wel een herinnering aan een Le Creuset-pot die inderdaad op de stoof van de oma stond zondags. Het is veel meer dan een functionele kookpot. Voor heel veel mensen betekent Le Creuset ook een herinnering, een manier van leven, een manier van tafelen, van gezellig samen zijn. En daar is het ook waar het voor staat. Chaque produit Le Creuset est d'abord unique dans sa fabrication première. Parce qu'on part d'un modèle, on part d'un outillage avec lequel on va fabriquer un moule. Et le moule a sa particularité puisqu'il a son propre sable. Et ensuite, à l'intérieur de ce moule, on va pouvoir effectivement couler le produit. Mais ce moule, à la fin de la ligne de moulage, est détruit. Ensuite, chaque produit va suivre les différentes étapes, va passer par un grand nombre de mains d'experts, avec notamment beaucoup d'étapes qualitatives, de contrôle qualité. Voici l'une des premières étapes majeures de fabrication de notre produit. C'est là où on va mettre ensemble le sable, l'outillage et le métal pour fabriquer un moule. Et ainsi de suite, à une cadence de 550 moules à l'heure. Ik ben nog nergens ter wereld een merk tegengekomen die evenveel vormen, maten heeft als Le Creuset, gaande van de traditionele stoofpot zoals we hem allemaal kennen, naar een tagine, naar een grill, naar een fondue set, naar al die specifieke vormen. Kwaliteit, ja, het spreekt voor zich als we horen dat mensen zeggen van goh, ik heb mijn kookpot van Le Creuset nog altijd van mijn huwelijk. Ik wil eigenlijk een nieuwe, maar ja, hij is nog goed, dus ik ga hem gewoon aan mijn dochter geven en ik ga mijn nieuwe kopen. Dus de mensen kunnen hem gewoon niet weggooien. Dus dat is voor ons het beste bewijs dat ze inderdaad qua kwaliteit niet de type zijn. Et on attaque les maillages par une première couche, qui est une couche technique, qui sera utilisée pour tous les produits, de façon à servir de couche intermédiaire entre le produit brut, le substrat en fonte brute, et la couleur des mailles de couleur que nous déposerons par la suite. Le Creuset-potten zijn zo geweldig omdat het gewoon potten zijn die alle kwaliteit van je ingrediënten tot zijn recht brengen. Dus je gaat daarin slow cooking doen, dus je gaat heel traag beginnen, waardoor dat al die smaken tot hun recht komen. Je gaat ook het deksel erop laten, je gaat niet continu moeten gaan kijken terwijl dat je suddert, waardoor dat inderdaad dat echt in een soort oventje eigenlijk gaat garen. The product itself is a very noble looking product. It's very colorful, and people are, of course, have a different taste in colors. And I knew if I expanded this into maybe 100 different colors, which we have today, that I would appeal to everybody. Voici un exemple avec notre traditionnelle base volcanique. Ici, on va se retrouver avec un jaune. Chefs weten wat dat goed is om te koken. Zij willen altijd het beste materiaal. We zijn nu ook meer en meer gespecialiseerd in dingen om aan tafel te serveren. Dus ons aardewerk, onze kleine potjes, onze schaaltjes en al het kleurrijke maakt dat elke chef wel iets vindt dat in zijn restaurant en in zijn keuken past. Là maintenant, on est à la fin de notre processus d'émaillage. Et donc vous pouvez voir les produits finis qui sortent du four après leur cuisson. Pour assurer cette fameuse brillance et vitrification de l'émail.
Voor mij het favoriete gerecht in een stoofpot van Le Creuset is stoofvlees met frietjes. Als dat op tafel komt, dan is iedereen altijd gelukkig. Wie graag kookt voor vrienden of familie, doet er alles aan om de lekkerste creaties op tafel te toveren. En ook die tafel kan je creatief en spannend maken. Van een schoon tafel alleen kan je niet eten, zegt het spreekwoord. Maar ze is wel leuk om aan te schuiven. We gaan een mooie herfsttafel maken, helemaal juist voor de tijd van het jaar. En we gaan werken met heel natuurlijke elementen. Dus we starten met heel veel hout. Het mag een beetje een natuurtafel worden, maar we gaan het wel wat origineel maken. Dus we gebruiken gewone kaasplankjes als onderborden voor ons mooi servies. Dat mag iets eenvoudig zijn. De tafel op zich gaat al heel veel aandacht vragen. Dus wij gebruiken hier een mooi, elegant servies. En je hebt zowel direct een leuk stuk om mee te starten. Bestek ook in hout. Verder gaan we dan een beetje kleur aan onze tafel toevoegen. Want nu is het mooi eenvoudig. Maar alleen bruin wordt wat saai. Dus we werken met een mooie paarsige tint. Uiteraard ook een lekker glaasje wijn. Voor veel mensen is dit de perfecte tafel. Maar wij gaan toch voor dat extra complimentje na het diner. En we gaan voor een mooie, ja, creatieve herfsttafel. We gebruiken terug die houten elementen. Kaasplankje in overvloed. Zo. Dus door een mooi hoogteverschil te creëren, krijg je een dynamiek in je tafel. En wat is een tafel zonder een kaars? Ja, dit brengt instant sfeer. Je zet ze mooi bij elkaar. Met dat deze kandelaars eenvoudig zijn van vorm, kan je er nog steeds doorheen zien. En heb je toch wel een mooi dynamisch geheel, maar je kan comfortabel met elkaar praten. Niet direct een kaars opzetten, zou te evident zijn. Pak een van je mooie glaasjes. We gaan het nog wat aanvullen met wat leuke potjes en vaasjes waar je kan vinden in huis, maar let er wel op dat je in het thema blijft en dat je de kleuraccenten paars, bruin aanhoudt. Verschillende formaten. Je zet ze wat kriskras door elkaar. Wees origineel. Het hoeft niet altijd zo te kopen zijn, maar maak zelf naamkaartenhoudertjes. En dat geeft je tafel al direct een heel persoonlijke toets. Normaal gezien zetten we hier heerlijke hapjes of taarten op, maar we gaan het nu een keertje anders aanpakken. En we pakken een tartière, een mooie geurkaars, maakt het allemaal een beetje feestelijker. Om die frisse toets erin te brengen, gaan we een beetje mos hier en daar doorweven. En dan krijgen we ook direct die bosgeur in huis, waar het weer helemaal afmaakt. Wij hebben ze in de winkel gekocht, maar je kan uiteraard ook zelf gevonden dennenappels of wat dan ook. Gedroogde bloemen. Zolang dat het allemaal maar een beetje in datzelfde thema blijft en dat je niet te veel overdrijft. Gedroogde papavers. Ook weer dat paarse accentje dat daar weer in terug voorkomt van uw vaasjes. Tafel zonder bloemen kan niet, hè. Hou het eenvoudig. Je moet hier echt geen bloemschikker voor zijn. Zet hier en daar een bloemetje in. Voilà. Prachtig. Last but not least, servietjes voor de kleine morsers onder ons. Zo, onze herfsttafel is klaar. Gasten kunnen komen, eten uit de keuken en we kunnen een hele avond genieten. Wie elke dag bokus meeneemt voor de lunch, kent misschien wel deze hamvraag. Wat leggen we vandaag tussen onze boterham? Dus geven we in deze rubriek een beetje inspiratie voor een lekker thuisbelegd broodje waar iedereen wat graag de tanden in zet. Meer gewoon.
ons morgens boterhammen en dan doe ik daar een stukje kaas tussen of notenkaas. Meestal bereid gehakt. Normale broodjes ofwel met serrano, rucola, parmesan. Ik neem zeer weinig boterhammen mee, omdat ik constant elke dag op de baan op zit. Dus af en toe voor een broodje stoppen, simpel. Boterham met kaas, hesp, krabsla, paardenfilet, even af en toe. Er zit zalm, rode biet tussen. Veldslaan, ja. Dat zou wel eens... Oh, ja, hij vindt het ook wel lekker. Ja, dat zou ik wel lusten. Want zalm is zeer gezond, groentjes ook. Zoete toets erbij van de biet. Ja, lekker. Je mag lekker. Nog passeren. Ja. We kennen Roger van Damme vooral als meester patissier. Maar behalve van zoetigheid houdt Roger ook ontzettend veel van de Thaise keuken. En na heel wat culinaire reizen en workshops in Thailand laat hij ons graag kennis maken met enkele klassiekers uit het land van de glimlach. Als je in Thailand aankomt, uit beleefdheid, zeg je altijd sabadikap. Het mooie handgebaar. En dan zullen ze gelijk buigen, zullen ze gelijk het terug doen. We gaan een Thaise biefsalade maken. We hebben een lekker vlees daarvoor. We gaan een marinade daar eerst van maken. Die marinade gaan we wat limoensap voor nemen. Omdat we het lekker fris willen hebben. We gaan er ook wat palmsuiker in doen. Belangrijk is dat je de palmsuiker heel fijn snijdt, zodat ze mooi kunnen oplossen in onze limoensap. Ik ga er ook wat vissaus bij doen. Vissaus wordt in Thailand gebruikt eigenlijk als zout. Staat heel vaak als bijgerecht op tafel. We gaan er ook een chilipepertje bij doen. En leuk om te weten is, die chilipepers, daar heb je eigenlijk twee soorten van. Je hebt groene en rode. Wat is het verschil nu? De groene is minder pikant als de rode. En daarom dat je ook soms de groene curry en de rode curry hebt. En als je hem opensnijdt, dan zie je al die pitjes van binnen erin. Kijk, en het zijn deze pitjes die er eigenlijk voor zorgen hoe heet dat je salade zal zijn. Dus we halen ze er een klein beetje uit. Snij nog in een plakje. Niet te groot. En dit gaan we in onze marinade erbij doen. Hoe pikanter je hem wilt, hoe meer chilies dat je erin doet. Als je met die pepers gewerkt hebt, heel belangrijk, doe eventjes je handen wassen. Voor je het weet, ga je eventjes aan je ogen. En als dat aan je ogen komt, dat kan heel vervelend zijn. Ik ga er ook perslikoriander bij doen, dus peterseliekoriander. En het is niet als de gewone koriander, het is minder sterk. Heel lekker. Heel lekker van smaak. Salotje erbij. Citroengras gaan we erbij doen. Citroengras, ik spreek er eigenlijk bijna in ieder gerecht over. Ook in de desserts. Voor mij is het eigenlijk hetzelfde als vanille. Alleen het is een stuk frisser. In combinatie, zeer lekker. En als je citroengras gaat toevoegen in een salade, is het heel belangrijk dat die mooi fijn gesneden is. Combinatie van munt gaan we hier ook nog bij doen. Gaan we er grof bij snijden. Zorg ervoor dat het lekker fris wordt. Ook wat tomaten ga ik erbij doen. Alles goed is mengen. Wat gaan we hier nog bij doen? Een stukje gegrild vlees. En niet zomaar een stukje gegrild vlees. We gaan een lekker stuk vlees pakken. We hebben een stukje ribeye. En waarom een stukje ribeye? Een ribeye, daar zit wat vet in. En dat zal ervoor zorgen dat we een mooie, zachte, fijne smaak hebben. Ons vlees gaan we nu grillen op onze barbecue. We hebben een kleine mini barbecue. We gaan wat olie erbij nemen. We gaan ervoor zorgen dat ons vlees niet plakt. We gaan er niet te veel olie op doen. We gaan er ook voor zorgen dat het enorm gaat roken. Peper. Wat zout. Altijd lekker. En dit stukje ribeye gaan wij mooi roosteren op onze barbecue. Ons vlees laten we op een heel traag vuur goed roosteren. Zorg ervoor dat het niet te warm is. 150, 200 graden is meer dan voldoende. Ondertussen gaan we nog iets leuks doen. We gaan strekken dat vlees kruiden met wat kleefrijst. Kleefrijst zit een heel lekker aroma in. We gaan het mooi laten kleuren. En dan gaan we die strekken in die vijzel fijn malen. En dan hebben we iets speciaals om over ons vlees te strooien. Onze salade die gaan we op bord doen. Een klein beetje van onze dressing er nog over. En dit zijn van die dingen die je daar ziet. En dat je denkt van, nou, dat ga ik ook eens proberen. Sesamzaad is lekker, maar deze rijst is ook heel lekker. Ik ga hem in de vijzel doen.
Nooit in de pan laten staan, want op het moment dat je hem in de pan laat staan, gaat hij doorbranden. Ons vlees is mooi geroosterd en dan het allerbelangrijkste. Als hij daar uitkomt, laat je hem rusten op een grill. En niet op een bord, want als je hem op een bord gaat laten rusten, dan gaat hij niet meer krokant zijn. Ons vlees heeft gerust en daar gaan we er nu gewoon plakjes van snijden. Zorg ervoor dat we het niet te ver bakken, dat het nog een beetje mooi rood van kleur is. En dan gaan we die plakjes er mooi op leggen. Nog wat van onze kleefrijst erover. En dan ben ik helemaal gelukkig, want dan hebben we hier een lekkere Thaise biefsalade. Smakelijk. Je blijft ook gezond als je mij roept op de koffie.